Dus ik ga hem meteen uitproberen. Ik heb hem net opgemaakt en een pakketje klaargemaakt om te versturen via vormverkoop. Die ik gedaan heb via Marktplaats. En zo ga ik ontbijten en we gaan vandaag op pad voor een kinderstoel voor Lana. En verder zien we eigenlijk wel wat we gaan doen. Ik moet een plakspiegels kopen van de kast, zodat ik me aan kan kleden in de slaapkamer en kan zien wat ik aan doe. Dat is ook wel handig. Dus dat is eigenlijk wat we gaan doen en we zien wel eigenlijk. Dus we eten vanavond in ieder geval bij de ouders van Yannick, van mijn vriend. En ja, dat is de planning voor vandaag. En ik neem jullie gewoon mee en ik zie wel hoe het bevalt met deze camera. En ik hoor het ook graag van jullie. Dus ga met me mee. Ik ben nu heel even gauw de reacties aan het lezen op jullie. Want ik had vandaag het huishoudblogje online. En ik vind jullie reacties altijd super leuk om te lezen. Daar begin ik liefst mijn dag mee. Dus ja, dat doet me gewoon heel goed. Vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus dat was ik even gaan aan het doen. En ondertussen ben ik aan het whatsappen met Manon en Bibian en Susanne. Dus The Little Wonderworld en My Paper Plank. En we hebben altijd heel veel lol samen op WhatsApp. Dus dat is echt heel erg leuk. Nou, ik ga eens even kijken wat ik ga eten. Voor ontbijt. Dus ik loop naar beneden. Oh, ik zie dat mijn vriend de tafel aan het dekken is. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben zo te zien al wakker. Ja, ik zie het, ja. Hier zien jullie een stukje van onze nieuwe keuken trouwens. Dat is maar een geintje, hè? Dan kan je niet met mensen voortgeven. Zit echt zo natuurlijk. Nou, er zit geen suiker in. Nou, de zon schijnt echt al lekker. Zo, even het geluid uit. Ik denk dat ik zelf voor een bijt Griekse yoghurt pak met een appeltje en kaneel. En rozijnen, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik zet eerst even thee. Nou, I changed my mind. Ik heb voor havermout. Daar heb ik eigenlijk toch veel meer zin in en het vult lekker goed. Dus dat ben ik nu aan het koken. Het theewater staat aan. En de zon schijnt echt super. Oh. Dus dat is wel echt super fijn. Yay! Wat heb jij? Peper. Met een beetje Amerika. Smakelijk. Hoor ik ook bij je diary. Het is geen diary, het is een vlog. Ja, dat is toch ook een beetje hetzelfde, want je houdt gewoon bij wat je op een dag hebt gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb koffie. Nou, dan ben ik weg, hè. Nou, weer tussendoor zitten. Zo. Nou, ik ga eventjes naar het postkantoor. Nou, ik ben weer terug. Ik heb voor Lana's eerste feestmaaltje wat ze morgen mag eten, heb ik groenten gehaald. Broccoli en komkommer. En ja, het is Rapli, dus die broccoli gaat er gewoon zo in één keer in. En deze komkommer ook. Super makkelijk. Grapje natuurlijk. Nou, koffie nummer 2 is gezet. En ik kijk naar mijn werkkamer. Om gewoon even lekker te surfen, dus niet per se te bloggen of zo. Zo. Dan drink ik lekker even een kopje koffie. Oh, volgens mij staat mijn zonnebril in mijn
neus. Of op mijn neus. Die afdrukken. En kijk even blogs van anderen. En de reacties weer eventjes. En Twitter. En dan was er nog wat. Dus het is gewoon even voor de fun. Want dadelijk wordt Lana wakker. Ik ga nog even voeden. Zodat we daarna wat kunnen eten en vertrekken. Dat Lana niet voor gemoed is. Oh, leuke reacties. Altijd super leuk. Meerdere die nooit strijken. Nou, dan ben ik niet de enige. Was aan het ophangen. En ja, er is gewoon een klusje wat gedaan moet worden. En gelukkig hebben we een zolder waar we nu alleen nog maar gebruik maken van het ophangen van de washeer. Dus dat is wel heel makkelijk. En in het vorige appartement moesten we de was ophangen in de woonkamer. Omdat daar het beste droogde, want in de berging droogt niet voor de meter. Dus dan hadden we eigenlijk altijd was in de woonkamer staan. Maar dat was wel een goede motivatiebron om zo snel mogelijk weer op te ruimen. En nu staat het op zolder waar we eigenlijk alleen maar komen momenteel voor het wassen. Dus ja, dan vergeet je het wel eens. Dus daar moet ik mezelf wel herinneren. Dus dat heeft voor- en nadelen. Nou, dus nu hebben we waslijnen en een wasrek. En een tafeltje om de was mee op te vouwen, dus dat is wel makkelijk. Ja, het hoort er allemaal bij. Nou, de wasmand kan weer naar de badkamer. En Ike die is hier. Hallo. Hey, gezellig. En die komt even voor een receptje wat ik in een boek heb staan. Van uit Pelinische Keuken. Het is uit de voedselzand lopen de lemon cheesecake die ze graag wil proberen. Ze had het bij mij in het kookboek gezien, dus kom eens even langs. Ja. Ik wil eigenlijk wel een stukje proeven als hij af is. Ja, dat mag. Oké. Hoe laat staan? Oh, er is hier een meisje mooi aangekleed. Er is hier een meisje mooi aangekleed. Oh, en wie heeft dat gedaan? Papa, hè? Papa dressed me. Oh, daddy dressed me. Papa heeft gevoel van mode. Ja, ja, dat heeft papa zeker. Oh, heb je dat mooi gedaan, schat? Nou, ja, dat, ik weet als geen ander wel voor kleren ze aan moet. Want wat ik een hippe aan. Dame dit. Oeh, oeh, wat spotten wij hier? Wat spotten wij hier? Hello Kitties. Ja? Oh, twee verschillen. En dat doet mama altijd verkeerd volgens papa. Ja, wat moet ik anders? Er zijn alleen maar twee verschillen. Nou, ik ben Lana aan het voeden. En daarna gaan we wat eten en dan gaan we naar de prenatal, denk ik. Dus ja, Lana is heel lekker aan het drinken. Ja, yeah. Oh, heet ook. Ze moet er een beetje van hoesten. Het is echt zo'n... echt zinloos, hè? Ja, en dat is wat we gaan doen. Ja, ik moet nog een beetje aan wennen aan het filmen. Ja, nee, je hoeft er niet aan te wennen, maar ja, je moet wel even iets goeds aangeven, hè? Als je echt iets te doen hebt... Heeft dat allemaal aan? Ja, ik ben aan het borstvoeden en dan ga ik borstvoeden. En die gaan we op een al dan. Ja, maar het is gewoon zo'n dagje van we zien wel wat er gebeurt. En dan bij de printal lunchen. Of doen ze dat niet bij de printal? Nee, dat kan daar niet. Nee, dat kan niet bij de printal. Wat doen we hier bij de printal? Oh ja, dan mag ik even kinderkleren halen, babykleren. Nou ja, dus ik ben voor het eerst een beetje aan het vloggen weer. En ik moet er weer een beetje aan wennen. En het is niet zo'n hele spannende dag, maar ik wilde toch een leuke zaterdag filmen. Dus daarom. En mijn vriend die vindt me een beetje raar, toch? Nee, niet raar. Wat dan? Je hebt het over dingen die je gaat doen. En dan zeg je die dingen die je gaat doen twee keer. Ja, dan gaan we naar het printal. En dan gaan we zo naar het printal. Omdat ik niet heel veel te vertellen heb. En dan ga ik naar mijn borstvoeden. En dan ga je naar mijn borstvoeden. Nee. Zo. En dan ga ik nu opstaan. Ja. En met deze ben ik opgestaan. Nou, ik heb wat gegeten. En ik drink nou mijn thee op. En Lana is gezellig aan het kletsen. Ja, horen jullie dat? Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Ja, ik heb te kletsen. Do you wanna play with magic? Nee. We zijn onderweg naar prenatal om een mooie kinderstoel voor Lana uit te zoeken. Ja, ik denk dat het prenatal wordt. En ja, dat is wat we doen. Ik moet nog even werken aan mijn hoe ik het allemaal ga vertellen.
Blijf ze me doodtoeten. En hier staat hij dan. Nou, het roze kussentje vonden wij er wel heel leuk bij passen. En deze kleur is natuurlijk gewoon mijn favoriete kleur. En die staat ook eigenlijk wel heel mooi in de rest van het interieur. En bij onze andere meubels. Wij zijn onderweg naar de ouders van Yannick, van mijn vriend, om daar lekker wat te eten. Gezellig. Ben je er? Nou, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik heb een mix gemaakt voor een broodje die dan morgen over 13 uur. Dus morgenochtend ze hebben lekker vers brood. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een vlog te zien. Want ik wil het wel vaker gaan doen, vooral als het goed bevalt. En dan tot de volgende video. Doeg!